Dag Mabel, we staan hier vandaag op de persvoorstelling van het boek Zolang ik op hakken kan lopen van Jocelyn Pames. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen om dat boek te schrijven? Jocelyn heeft mij een sms'je gedaan. Mm-hmm. Beste mevrouw, ik loop al jaren rond met een idee en ik loop al maanden rond met de gedachte van jou te contacteren en ik heb het nu gedurfd. Ja. Zou ik eens met jou mogen praten? Zou je mijn boek willen schrijven? Ja. En, zo. Ja. Kende zij jou al? Heel oppervlakkig, van in de verte, ja. En hoe gaat dat nu in zijn werk, zo'n boek schrijven, met Jocelyn of over Jocelyn? Ja, wel, dus we zijn verschillende keren bij elkaar gekomen. Dan heb ik notities genomen. En dan ben ik beginnen met schrijven. Het eerste stuk begint meer in de vorm van een romantisch verhaal. Een paar pittige details en zo, wat dan ook uit mijn fantasie is ontsproten. Mm-hmm. Wel op waarheid, maar... Ja, als schrijver kun je daar leuke dingen mee doen, dus dat heb ik dan wel gedaan. En een beetje licht erotisch ook. Ja. En dan verder is het ook een informatief boek, dat is ook heel belangrijk. Met een rode draad van een waarschuwing erin verweven, want zij vindt het wel zeer belangrijk met haar ervaring om dat vooral door te geven. Omdat het toch niet zo is als iedereen altijd denkt. Het is niet alleen glitter en glamour, het is ook wel een beetje van oppassen. Ja, ik vond het ook zelf een boeiende ervaring om ineens erachter te komen van regelmatig verschrok ik wel. Ja. Ja, en dan heb ik dat wel zo op mijn manier zo mooi mogelijk proberen te omschrijven, want we willen toch niemand kwetsen, ook niet met het boek. Dat is zeker niet mijn bedoeling en een beetje filosofisch benaderd. Was dat de eerste keer dat je met zo deze wereld in contact kwam? Ik kom zelf net uit een carrière van 30 jaar mode. Heb ik net afgesloten. Omdat ik schrijver wou worden, omdat ik eigenlijk ook al mijn hele leven schreef. En dat men mij regelmatig vertelde, je zou daar iets meer mee moeten doen. En voilà, Jocelyn is de eerste die mij gecontacteerd heeft. Wat is het hoofdkernpunt van dat boek eigenlijk? Goh. Als je één zin zou moeten zeggen, met drie woorden, drie of vier woorden. Welke zou die drie of vier woorden zijn? Voor mij persoonlijk zou dat zijn, denk altijd voor jezelf. Ja. Dat zou voor mij de zin zijn. Er zijn zoveel van die passé-zinnen. Hè? Je bent mooi van buiten als je mooi bent van binnen en zo. Maar dat is ook zo. Maar het belangrijkste is dat je moet nadenken. Want uiteindelijk, je gaat met je ziel het podium op en... Een ziel is altijd heel breekbaar, toch? Ja, absoluut. Ja. Nog wel even over het boek zelf. Hoe lang duurt het eigenlijk om zoiets te schrijven? Ik ben in juni begonnen. Ja. Een beetje met de pech dat Jocelyn 2 maanden op vakantie was. Dat is wel moeilijk via mail en zo, maar oké. Ik denk alles bij elkaar een maand of 3, mag je toch wel zeggen. Ja. Het is ook geen autobiografie, het is eerder een beschrijving van haar levenswerk, dus dan ging dat wel op die 3 maanden. Ja, en voor mij was het heel fijn, omdat ik in remissie ben. Ik ben ziek en ik was ziek en ik moet een jaar rust nemen. Dus het was wel ideaal. Ik kon mijn zinnen verzetten. En dan zo'n boeiende mensen ontmoeten, dat is alleen maar fun. Een anekdote? Een anekdote van met Jocelyn. Ja. Dat is spannend. Ja, dat is... Wat niemand misschien verwacht, maar dat ze diep van binnen, ze is heel puur, een beetje op het naïeve af. En als ze met me belt, zo zijn er heel veel momenten geweest, dan kon ze dat ook even kwijt. Ik ga nu niet zeggen wat, want dat is te intiem, maar dan, Mabel, tegen jou kan ik dat zeggen, zo. En dat ze dan zei van, toen ze uit vakantie terugkwam en ze las dan de eerste 2 hoofdstukken die een beetje geschreven waren in de vorm van een roman. En ook het laatste hoofdstuk had ik zo geschreven. Zei ze van, ik heb tranen in mijn ogen, hoe heb je dat gedaan? Kun jij in mijn ziel kijken? Want jij hebt dingen geschreven die ik niet verteld heb en die toch waar zijn. En dat is natuurlijk voor mij de kers op de taart. Ja, inderdaad. Dat is een mooie afsluiter. Ik wens je nog heel veel succes met het verkopen van het boek. En natuurlijk met Jocelyn ook. Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om jou en je vrouw te ontmoeten. Oké, dat is graag. Ja.